In Breda vond voor de 29ste keer Outdoor Brabant plaats met vrijwel alle disciplines van de paardensport. Eventingruiter Justin Maarsen nam tijdens dit hippisch event deel aan een 2- en 3-sterrenwedstrijd. Terwijl hij eerder een stap terug deed met zijn paard Zamira. Terug naar de 1-sterrenwedstrijd. Nou, aan het begin van het jaar heb ik een beetje tegenslag gehad. Ik had niet het vertrouwen om altijd maar zomaar het eerste water in te springen. En daar heb ik gewoon een beetje problemen mee gehad. En om dat een beetje op te lossen ben ik het een tijdje lagere wedstrijden gaan rijden. 1-sterren en Z-wedstrijden gaan rijden. Om te proberen weer op een lager niveau weer het vertrouwen op te pakken. Om dan, ja, dan was de hoop op deze wedstrijd weer een keer goed op een hoog niveau mee te kunnen doen. Wat voor reacties kreeg jij daarop? Begreep iedereen dat even goed? Ja, iedereen begreep het wel. Het was nooit al een heel makkelijk paard op het water. En nou ja, als je dan een paar keer wat tegenkomt, dan wekt het eigenlijk wel meer sympathie dat je dan de grote stap terugmaakt. Dan dat je altijd maar door blijft proberen. Maar nu pakt het gewoon heel goed uit. Zamira reed een goede cross en Justin is dan ook erg blij met het resultaat. Ja, die ging fantastisch. Ze was echt supergoed. Ze was scherp, ze galoppeerde goed, ze bedekte veel bodem in de galop. Ze pakte supergoed aan op de hindernissen. Water was echt heel goed. Ik heb wel het tweede water iets te langer weggereden. Er gebeurde heel veel bij eerdere ruiters die eerder al gereden hadden. Dus ik nam het er niet te veel risico nemen, daar de lange weg rijden. En ik was uiteindelijk 2 seconden over tijd, dus dat was supergoed. Voor het Rabotalent was de prestatie met zijn paard Zamira op Outdoor Brabant bepalend of hij door zou gaan met de 3-sterrenwedstrijden of toch op een lager niveau. Nou, dit rondje gaf zoveel vertrouwen dat ik wel weer nog een keer een 3-sterren. Of in ieder geval, ik ga het jaar niet uitrijden met alleen maar 1-sterren. Ik ga nog wel op een hoger niveau proberen, of in ieder geval inschrijven en mee acteren. De Brabantse Tim Lips reed in de 3-sterrenwedstrijd mee met 3 verschillende paarden. Met zijn toppaard Concrex on Carlos won hij Outdoor Brabant. Het ging heel erg goed. Kijk, ik heb mijn Concrex on Carlos is nu 17 jaar. En eigenlijk naar Londen dacht ik van nou, ik doe met pensioen. Maar ja, dat vond hij eigenlijk niet zo leuk. Hij miste toch ook wel de trainingen. Dat kon ik gewoon merken aan hem. Dus ik heb de trainingen weer opgepakt. En dat ging eigenlijk zo goed dat ik gewoon... Hij is eigenlijk beter dan dat hij ooit geweest is. De eventingruiter wint dus in Breda. Onlangs werd hij 7e op het EK in Zweden. En nu is de volgende uitdaging het NK in Boekelo. Ligt de landstitel in het verschiet? Dat zou nog een mooie afsluiting zijn. Maar vooral, het is altijd een beetje dubbel, de military van Boekelo. En Nederlands kampioenschap. En we hebben de finale van de Nations Cup serie. Dus ja, we zullen eigenlijk toch... We strijden tegen elkaar voor het Nederlands kampioenschap. Maar we moeten ook echt met één team voor elkaar... Echt met elkaar gaan voor een top teamresultaat. En als u daar staat, geef dan een fantastisch applaus. Want hij wordt hier de winnaar. Tim Lips.